Vandaag een bijzondere dag. Er is een manifestatie van huisartsen vanwege de werkdruk. Dr. Bosma, waar ligt dat nou aan, die werkdruk? Ja, we hebben het gewoon steeds drukker. In de loop der jaren krijgen we het ook steeds drukker, omdat er steeds meer taken richting de huisarts komen. Ik ben nu 20 jaar huisarts. Toen ik begon hadden wij nog geen praktijkondersteuner somatiek. We hadden nog geen praktijkondersteuner GGZ. Dat was de diabetes werden gezien in het ziekenhuis door de internist. De psychische klachten liepen bij de psycholoog dan wel bij de GGZ-instellingen. En dat was prima en dat kon beter. En ik denk dat wij dat ook heel goed kunnen. Maar dat betekent wel dat wij personeel erbij moeten hebben. Er komen steeds meer mensen die chronisch ziek zijn. Meer diabetes, er komen zeker de laatste coronajaren steeds meer psychische klachten bij. Ook onze praktijkondersteuners, die raken vol. Personeel raakt ook ziek, ook in de coronaperiode. We hebben tekort aan personeel, te weinig uren. Dus ook deze mensen komen ook op het spreken van de huisarts terecht. Maar kunnen we dan constateren dat de mensen ongezonder worden? Er komen steeds meer chronisch ziek en dat komt eigenlijk ook doordat de mensen steeds ouder worden. Dus krijgen we veel meer ouderenzorg, de mensen blijven thuis wonen, hebben meer zorg nodig. En ja, dat komt toch op het bordje van de huisarts terecht. Hoe ziet uw gemiddelde werkdag er nou eigenlijk uit? Wij beginnen om 8 uur 's ochtends. Voorheen hadden we een inloopspreker waarbij mensen eigenlijk zonder afspraak binnen konden lopen. In de coronatijd zijn we er eigenlijk mee gestopt omdat we niet al die hoestende en proestende mensen zonder triage in de wachtkamer wilden hebben. Dus wij beginnen om 8 uur 's ochtends. Dan hebben we een hele ochtend hebben we spreekuur. Dan van kort voor 11 tot 11 uur drinken we even koffie, beantwoorden we vragen van patiënten. Daarna gaan we visites doen tot 1 uur. Om 1 uur begint de telefonisch spreken tot 1:30. Maar daar zijn we meestal wel tot 1:45, 2 uur mee bezig. En om 2 uur begint het spreekuur weer. Tot meestal 1:15, 4:30. En daarna moeten alle administratie en alle formulieren, want dat is ook iets wat steeds meer op ons bordje terechtkomt, moet ook nog gedaan worden. Ten slotte, waar ligt de oplossing? Meer huisartsen, denk ik. Minder administratieve rompslomp en betere samenwerking met de andere instanties. En ook, denk ik, heel belangrijk, daar hebben we het nog niet eens over gehad, de wachtlijsten in het ziekenhuis moeten weg. Ook dat is een heel groot punt. Al die mensen die wij eigenlijk doorverwijzen omdat ze specialistische zorg nodig hebben, maar die daar niet terecht kunnen, komen toch met hun bijvoorbeeld chronische pijnklachten steeds weer bij ons terecht om te vragen wat ze moeten. Dus dan zullen mensen denken van, is dat financieel op te lossen? Mag eigenlijk haast het antwoord voorspellen? Wij hoeven niet meer geld te hebben. Dat is niet de reden waarom wij manifestatie hebben. Zeker niet. We hebben niet meer geld nodig, maar we hebben wel meer personeel nodig. We hebben meer tijd nodig voor de patiënten. En minder administratieve rompslomp. Ik denk dat we dan al een heel eind komen. Ten slotte, de conclusie. Jonge mensen vooral enthousiast maken voor het medische vak? Ja, ik denk dat er op zich wel voldoende huisartsen zijn, maar de huisartsen willen geen praktijk, wilden zich niet meer vestigen, willen geen praktijk meer overnemen. Die werken met name als waarnemers.